Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Hoe spannend was dit? Gruwelijk spannend. Ja. Ja, echt mooi. Ja. Heel mooi, hè? Ja, helemaal mooi genoten. Ja. Hoe is dit, 12 jaar na die vorige vlak? Ja, geweldig. Ja, echt super. Vertel eens, hoe hebben jullie die laatste paar kilometer beleefd? Het zit te roepen tegen de tv, maar dat werkte niet. Dus nee, maar het ging... Ik zie paps en mams ook langzaam naar buiten komen. Ik loop even jullie kant op. Mag ik jullie heel hard feliciteren? Ja, dat mag. Ja, bijzonder, hè? Oh, wel bijzonder, hè? Oh. Hoe is het met de hartslag? Ja, dat weet ik niet meer. Ik begin nou wel iets te zakken, denk ik. Ik ga u ook eerst even feliciteren, mevrouw. Wat ontzettend mooi, hè? Ja, geweldig, ja. Oh, ik vroeg het net al aan zo'n lief. Hoe hebben jullie die laatste kilometers beleefd? Ja, dat weet ik niet. Dat was zo spannend. Dat is zo spannend, hè? Ja, dat is niet normaal. Maar heel blij mee. Kan ik me voorstellen. Wat gaan jullie als eerste zo meteen tegen de zeggen? Gefeliciteerd. Had jullie dit nog durven dromen voorafgaand aan vandaag? Ja, dromen wel, maar dat kan toch eigenlijk niet? Dat kan niet. Dus, ja, dat zou ze dromen niet. Ja, hopen. Maar niet, nee, dit. Ik zag wel dat ze scherp en sterk was. Maar ja, ik was bang dat ze het te veel zou doen. Misschien achteraf heeft ze daarnet iets te veel gedaan. Ja, maar dacht jullie nog heel even, ze zal toch geen vierde worden, net naast het podium rijpen? Nou ja, daar was ik wel even bang voor. Daar was dat zal toch niet. Wat voor kleur dat maakt me dan eigenlijk ook niet meer. Ik ben hier zo blij mee. Het was lang wachten, hè, op de uiteindelijke uitslag. Ja, het was spannend. Het was ook bijna niet te zien zo. Nee. Ja. Uiteindelijk komt het moment, dan hoor je dat ze tweede wordt. Wat hebben jullie elkaar in de armen gevallen? Een opluchting, ja. Dus. Goh. Ik denk een paar traantjes als ik dat zo zie. Ja, dat is niet normaal. Heel blij mee.